Hoi allemaal! Het leek me leuk om een update te doen over hoe het met Niels gaat. Niels is inmiddels 10 maanden oud, jong, ongelooflijk. Over 2 maanden is hij gewoon 1. Ik vind het zo bizar snel gaan ineens. Het leek me leuk om een beetje te vertellen hoe het met hem ging. Ik heb niet heel veel spannende dingen, maar ik heb wel weer gewoon, zoals altijd, weer een paar leuke verhaaltjes. Dus laten we maar gewoon beginnen. Voor wie het trouwens leuk vindt, ik heb laatst een What's in My Bag opgenomen van Nielsen logeertas. Dus wat hij meeneemt als hij een nachtje uit logeren gaat. Beter gezegd, wat ik voor hem in een tas stop als hij een nachtje gaat logeren. Dus als je dat wil zien, ik zal hem wel hier ergens even in zo'n kaart linken en dat soort dingen. Dus dat heb ik laatst opgenomen. Maar nu gaan we het hebben over Niels zelf. 10 maanden dus. We hebben het idee dat hij nu tandjes begint te krijgen. Hij heeft de laatste tijd veel spuitluiers. Ik moet zeggen, de laatste dagen eigenlijk weer niet. Je ziet het ook wel een beetje door zijn tandvlees heen. Maar we voelen verder nog niks. Hij is ook wat hangerig en een beetje zeurderig. En dat is niet echt des Niels. En wij dachten de hele tijd, het zijn die tandjes. Want hij heeft ook echt, weet je, als je zijn tandvlees aanraakt, doet het gewoon echt zeer. Dat zie je aan hem. En soms heeft hij ook met eten. De ene keer gaat het helemaal prima. En de andere keer zie je gewoon dat hij echt last heeft. Dus ik denk dat het ook een beetje in fase gaat. Ik heb geen idee. Maar wat we nu... ik had op een gegeven moment... Ik heb zo'n app met allemaal meiden van mijn zwangerschapsclubje. En ik had op de app een tijdje geleden... Niels is dus de jongste. Dus ik had een tijdje geleden wat bericht voorbij zien komen over een zwaar sprongetje in ontwikkeling. Waarvan zeg maar, mensen zeiden van poeh, blij dat het voorbij is en bla bla. En ineens gisteravond, ik zat op de bank en Sven die zei... Ik was overdag bij een vriendinnetje geweest. Een deel van de dag in ieder geval. Dus Sven was een deel van de dag met Niels geweest. En die zei, pff, en ik kwam nergens aan toe. En hij begon de hele tijd te huilen. En nou, het was een beetje over die tandjes. En het schiet maar niet op. En op een gegeven moment ging er een soort lampje aan. En ik dacht, hey, dat zou wel eens dat sprongetje kunnen zijn. Dat het een combinatie is van dat tandje en het sprongetje. Nou zijn die sprongetjes een beetje... dat is uit het Oei Ik Groei boek. Een heel bekend boek. En nou, de ene sfeer erbij en de andere zegt dat het nergens op slaat. Ik zit een beetje in de groep ertussenin. De ene keer denk ik ja, heel duidelijk. En de andere keer denk ik nou oké, helemaal niks. Maar dit is best wel een grote sprong in zijn ontwikkeling. En dat lees je ook in het boek. En dat hoorde ik dus ook al van meiden van de groep. En ineens dacht ik, oh, dat verklaart ook wel een aantal dingen. Want je merkt dus bijvoorbeeld nu, heel leuk, heel dubbel eigenlijk. Want als ik dus bij het kinderdagverblijf hem nu op kom halen, dan strekt hij echt zijn armpjes uit. En dan weet je wel, nou ja, dat deed hij voorheen niet. Ik bedoel, hij was wel blij om het te zien of zo. Maar nu doet hij echt zijn armpjes zo. En dan kan ik hem ook niet meer loslaten. Want ik moet dan nog even zijn spulletjes bij elkaar rapen en zo. En dat kan dan. Ja, dat moet ik dan met hem in mijn armen doen. Zeg maar. Ik kan hem dan niet meer aan een leidster geven. Ja, kan wel, maar dan gaat hij heel erg krijzig. Maar als in, dan wil hij gewoon bij me blijven. Als ik wegga, is er nog steeds geen enkel probleem. Maar het is dus wel een beetje die fase. En de leidster zei nu ook van, je merkt gewoon dat hij een soort van verlatingsangst een beetje heeft ingezet. En zij zei het dus vanmorgen toevallig. Ik had het er niet eens over, maar zij zei het dus. En toen dacht ik, ja, ik denk dat het toch ook allemaal een beetje samenvalt. Ook in combinatie met die tandje. Want we hebben bijvoorbeeld vannacht toch weer paracetamol gegeven. Zo'n zetpil. Omdat je zag gewoon dat hij heel veel pijn had. En we smeren dan wat spul van dat... Ik weet niet, Dentinox heet het volgens mij, op zijn tandvlees. En overdag heeft hij zeg maar het is vooral 's nachts en dat schijn je wel vaker door als ze liggen, dat het dan meer pijnt. Ik weet het niet. Maar dat hij gewoon, dus het is denk ik een beetje een samenloop van omstandigheden. Dus dat is wel even lastig, want je merkt dat hij gewoon, we proberen hem nu nee te leren. Maar het is eigenlijk niet heel erg goed te doen, want hij vindt het heel erg grappig als je nee zegt. Totdat je zeg maar echt een beetje boos wordt en zegt nee Niels, dat mag echt niet. Zeg maar echt op een wat strengere toon. Want vaak zeggen we gewoon nee Niels, niet doen. En dan na 100 keer zeg je nee Niels, dat mag niet. Weet je? En dan zeg maar dan til ik hem op en dan hou ik hem zeg maar dat we op ooghoogte van elkaar zijn. Vaak buk ik ook, maar hij is natuurlijk zo klein. Dan ben ik nog steeds zeg maar boven hem. Dus dan til ik hem op dat we zeg maar op gelijke hoogte zijn. En dan zeg ik nee Niels. En dan begint hij zo hard te huilen. Dus weet je, dat zijn ook van die dingen voorheen, ja, weet je, dus het is een beetje zoeken en hij begrijpt nog niet nee, maar je moet het al wel zeggen. Meestal doen we de afleidingstechniek, dus dan gaan we hem gewoon iets anders geven. Dus als hij iets niet mag, dan zet hem ergens anders in en geef hem iets anders. Maar hij is nu ook nog een beetje ondeugend natuurlijk, dus dan gaat hij toch weer terug naar waar het niet helemaal naar. Dus het is al een beetje zoeken. Dus ik denk dat het gewoon een beetje een combinatie is van dingen. Maar laat vooral weten, als je een kindje hebt rond de 10 maanden, herken je dit? Ik weet het niet.
zou ik heel fijn vinden om een stukje herkenning te horen. Maar in de groep hoorde ik het dus wel van een aantal mensen. Op de app van Hoe ik groei zag ik staan nog 7 dagen tot verandering. Dus dat zou betekenen nog een week. En dan, maar ja, weet je, het is natuurlijk nooit zo heel erg zwart-wit. Verder is hij over het algemeen nog steeds hartstikke lief en leuk en gezellig. Laatst zijn we echt een stuk met hem gaan fietsen. Toen is hij op de fiets in slaap gevallen. Dat had ik echt niet verwacht dat hij dat ooit zou doen. Dus zo moe was hij. Hij zat echt heel zo. Dat is ook wel leuk. Ik vind sowieso dat fietsen echt een enorme, ja, verrijking. Dat dat weer gewoon weer kan, zeg maar. En dat, ja, ik kon natuurlijk al fietsen, maar ik bedoel, met hem. Dat vind ik heel leuk. Verder was het ook wel grappig. Laatst was mijn broertje er, dus zijn oom. Mijn broertje en mijn broertje woont in Amsterdam, dus ik zie hem niet dagelijks. Maar goed, wij spreken elkaar veel. Alleen, ja, Niels ziet hem dus ook gewoon niet zo vaak. En nou, nu was hij er weer eventjes. En mijn broertje heeft een enorme baard en een bril. Nou, dat ziet Niels zeg maar nooit. Een bril en een baard, laat staan de combinatie. Nou, dus die vond mijn broertje heel erg eng. En dat had hij de keer hiervoor niet, maar de keer daarvoor had hij het ook. Dus hij vindt het gewoon een beetje spannend. Dus mijn broertje zei ook, ik moet gewoon vaker langskomen dat hij er een beetje herkenning mee krijgt. Maar dat was wel grappig. Ja, verder niet heel veel spannends, geloof ik. Ik zit even na te denken wat ik ook weer allemaal had bedacht. Er was een tijd dat ik het nog ging opschrijven, maar dat, ja, meestal komt het vanzelf als je praat. Verder qua eten doet hij het hartstikke goed. We zijn nu in dat Opper de Pop, dat kookboek van Albert Heijn, waar ik het wel eens over heb gehad, zijn we nu bij het hoofdstuk 10 maanden aanbeland. Dus hij krijgt nu vanavond, geloof ik, iets met makreel erin of zo. Nou, ik moet er zelf echt niet aan denken, maar goed, hij moet dat natuurlijk allemaal leren. En eigenlijk eet hij nog steeds alles heel erg goed. Behalve avocado vindt hij niet zo lekker. Dat vond hij al niet en dat vindt hij blijkbaar nu nog steeds. Ik heb het gisteren weer geprobeerd. Ik vind het nog wel lastig om in het schema, zeg maar, te zorgen dat hij echt met ons mee eet. Omdat hij toch vaak de dagen bijvoorbeeld dat hij van het kinderdagverblijf komt, is hij vaak toch wat moe. En wat, ja, weet je, dan heeft hij gewoon niet het geduld om even te wachten tot ons eten, zeg maar, ook klaar is. Dan geef ik hem liever gewoon meteen zijn eten en dan heeft hij daarna nog een beetje tijd om te spelen. Dus dat vind ik nog wel lastig. Ook zeg maar met ons mee eten. Wij eten toch vrij veel dingen, ja, die dan nog niet mogen. Dus we maken eigenlijk meestal zijn eigen hapje. En dan doen we bijvoorbeeld, geven hem een zoet aardappeltje. Of nou ja, een stukje zalm of wat wij dan ook. Gisteren hadden we zoete aardappels met zalm. En dan, ja, weet je, en salade. Nou, salade kan dan niet. Maar dan kan je wel een stukje zoete aardappel, een stukje zalm krijgen. Maar dat krijgt hij dan eigenlijk pas na zijn eigen eten. Dus ik ben ook wel heel benieuwd of andere mensen dat wel, zeg maar, meer samen eten. Wij zijn gewoon niet het type wat elke avond aardappels, groente, vlees eet. En ja, dat is toch een beetje zoeken. Nou, en dan moet hij natuurlijk sowieso alle smaken leren kennen. Dus ik denk dat het ook wel goed is met die hapjes. En wat ik eigenlijk doe is, volgens mij zei ik er vorige keer ook al iets over. En ik begreep ook laatst, mijn moeder vertelde dat ze een programma had gezien waar het ging over dat eigenlijk de potjes heel erg uitgebalanceerd zijn voor kinderen. Want je denkt dat je het gezond doet door alles zelf te maken. Maar toen dacht ik, ja, er is ook wel een punt. Want wij maken dan, zeg maar, bijvoorbeeld 2 à 3 maaltijden. En die krijgt hij dan, zeg maar, de hele week. Dus dat is niet heel gevarieerd. Dus wat ik al deed was dat ik sowieso 2 keer in de week krijgt hij een potje. Want daar zit dan vlees in. Want meestal maken we iets vegetarisch of iets met vis, zeg maar, voor hem. We eten zelf wel vlees trouwens, hoor. Dus ik ben een hele slechte viseter bijvoorbeeld. Maar wij eten dus meestal vegetarisch of met vlees. En dus heel af en toe iets met vis. Maar een van de redenen doen we dat dan niet in die potjes. Ik weet het niet. Maar dus een potje doe ik wel vaak 2 keer of zo per week met vlees. Maar ik denk dat ik gewoon af en toe gewoon een potje ook erdoorheen, zeg maar, gewoon een potje geef in plaats van een zelfgemaakt hapje. Gewoon ook ter afwisseling. Ik denk dat dat wel goed is. En ik merk dat ik nog een beetje zoekende ben naar broodbeleg. Ik moet eens even gaan googlen, want eigenlijk doen wij nu of zeg maar kindersmeerkaas of gewoon margarine of hoe heet dat? Appelstroop. Heel soms doe ik bijvoorbeeld een framboosje of een avocado of dat soort dingen erop smeren. Maar ja, dan moet ik nog even kijken hoe ik daarmee kan variëren. En verder, ja, dat nee zeggen en zo, dat vind ik allemaal nog best wel lastig. Wat ik verder laatst heb gedaan is de kast opgeruimd. Ik heb alle oude kleertjes eruit gehaald, want het hoopte maar op. En ja, weet je, hij past het al die maten niet meer. Ik dacht, ik moet het gewoon opruimen. Het is nu een keer tijd, dus ik heb alles eruit gehaald. Niels ook bijgezet en gewoon lekker dat samen zitten doen. Hij deed natuurlijk niet mee, maar hij was wel met die kleertjes aan in de weer.
Dus ik heb nu eigenlijk ja, alles vanaf maat 74 nog een paar die toevallig wat groot vallen. En dan 80 en verder. En ik koop nu eigenlijk alles één maat ruimer dan hij heeft. Dus hij zit nu zeg maar maat 74 richting 80. Dus nu heeft hij alles 80. En dan ga ik daarna, ja, moet ik even kijken of ik dan... Dan ga ik denk ik op een gegeven moment langzaam over 86, dan is het volgens mij 92. Maar daar zit volgens mij meer tijd tussen. Want aan het begin groeien ze zo snel. En dan is het zo zonde dat hij hem iets maar zo kort aan kan. En dat was natuurlijk ook een beetje, ja, wie had verwacht dat het in september nog zo lekker weer zou zijn. Dus het was ook een beetje, ja, toch iets meer kleren nog nodig die nog passen. Dus ja, nu moet ik bijvoorbeeld ook weer nieuwe slaapzakjes, want daar past hij ineens niet meer in. Dus ik heb nu de hele kast opgehaald. Het is wel leuk, misschien kan ik wel even kort laten zien. Dit is nu de kast. Ik pas niet helemaal lekker meer op beeld, maar ik ben er. Ik heb hier nog wat t-shirtjes voor het geval dat. En een aantal zijn nog groot genoeg, dus die... Oh, deze hoort er niet. Een aantal zijn nog groot genoeg, dus die kunnen dan bijvoorbeeld onder een blouseje of zo. Ik sta trouwens in mijn joggingbroek. Ik hoop niet dat dat heel erg storend is. Mits komt er ook bij, maar die zie je denk ik nog niet. En dan heb ik hier lange mouwen shirtjes. En dan komt het veste truien blouseje's. En dan heb ik hier... broekjes, waarvan eigenlijk al een deel weer te klein is, maar wat ik gewoon nog niet helemaal aan kon om het weg te doen. En hier nog wat pyjamaatjes. En dan heb ik zeg maar in de commodekast heb ik nog rompertjes in alle vormen en smaken. Korte mouw, lange mouw, dat soort dingen. Dus ik heb dat gewoon even lekker opgeruimd. Ik heb een enorme zo'n vacuümzak gevuld met kleertjes. En dat ruimt echt enorm op. En nou, nu kan ik ook weer makkelijker... Daar is mittens. Nu kan ik ook weer makkelijker... Nou, vinden wat ik zoek. En niet dat je als Sven bijvoorbeeld of mijn vader of als Sven of mijn vader of iemand zeg maar die niet precies weet welke maat het zijn. Want ja, die zitten natuurlijk niet heel de bonnetjes kijken. En ik weet wel uit mijn hoofd welk kledingstuk welke maat heeft. Dat het er niet net een broekje aan het aantrekken zijn dat het dan totaal niet meer past. Dat is makkelijk, dat scheelt. Dus ja, daar ben ik enorm blij mee dat ik dat heb gedaan. En dat is het denk ik wel zo'n beetje. Niet een enorm lange update. Wel een hoop gekletst volgens mij weer. Maar niet heel veel nieuwe informatie. Maar toch een aantal dingetjes. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Voor meer updates. Maar ook allerlei andere tips en tricks rond nails. Maar ook fijne beauty dingen. En fashion. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Dit is een knuffeltje van Happy Horse. En dit is de ijsbeer. En dit is zo'n doekje slash